Nick de Jong, de trainer van Excelsior 20 D1. Ja, voor jullie team reden voor feest, want ik heb begrepen dat jullie gepromoveerd zijn. Ja, klopt. We hebben heel goed seizoen gedraaid, twee competities gedaan. B-competitie zijn we net tweede geworden. Vervolgens hebben we de gewone competitie gedaan, waarin we het heel goed hebben gedaan. Heel lang hebben we meegedraaid bovenin. Uiteindelijk tweede geworden en samen met de nummer 1 gepromoveerd naar de hoofdklasse voor volgend jaar. Ja. Ja, en dat is toch volgens mij ook voor jullie toch een hoog niveau hoofdklasse? Ja, dus we spelen eigenlijk al jarenlang op de eerste klas, op dat niveau. Dit jaar hadden we een groep waarvan we dachten van nou, we kunnen best wel eens wat neer gaan zetten met z'n allen. Hebben we ook gedaan. We hebben er heel hard voor gewerkt met z'n allen, echt als groep zijnde. En hebben we echt wat moois neergezet nu. Dus volgend jaar zijn we heel benieuwd hoe we het gaan doen. D-junioren, wat voor leeftijdsgroep praat je dan? Dat zijn jongens van tussen de 11 en de 13 jaar, ja. Wat is het belangrijkste wat je die jongens mee moet geven als trainer? Als trainer zijn er nou in ieder geval is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat je ze bepaalde basisdingen leert van het voetbal. En dan vooral techniek, maar ook begin met tactisch, nu op een groot veld. Maar daarin is ook een stukje discipline heel belangrijk. Dat ze gewoon weten wat ze moeten doen, hoe ze zich moeten gedragen binnen het veld en buiten het veld. Ja. Nou, een talentvolle lichting die dus al op hoog niveau volgend seizoen gaat spelen. Dat verloop van die competitie. Wanneer had je voor jezelf het idee dat de promotie wel eens in kon zitten? We draaiden eigenlijk begin van de normale competitie begonnen we eigenlijk heel slecht. Een dikke nederlaag was de eerste wedstrijd. Daarin herpakten we ons heel erg snel en tot aan de winstop eigenlijk geen wedstrijd meer verloren. Echt een mooie flow hadden we daarna. En na de winstop hebben wij echt met de jongens gezegd van oké, waar gaan we voor? En de jongens kwamen zich met een hele hoge doelstelling voor zichzelf. En dat was gewoon kampioenschap en promoveren. Dus wij zijn ook echt volle bak gegaan. En toen dachten wij ook wel van nou, dit kan wel eens gaan gebeuren. Nou, jullie zijn nu ook door de club goed in het zonnetje gezet. En dat is natuurlijk ook wel leuk, hè? Ja, absoluut. Het is altijd leuk om die waardering te krijgen. Natuurlijk vooral voor de jongens. Iedereen is hier op de club. En dan toch even in het zonnetje staan. Dat is altijd leuk, ja. Wat is voor jezelf de lol in het trainen van die jonge gasten? Wat ik het leukst vind met die gasten in ieder geval om te zien dat ze ook echt beter worden. Daar doe je het voor. Maar ook gewoon het plezier wat je met die jongens hebt tijdens het voetbal, maar ook daarbuitenom. Ja, dat is echt het leukste met die jongens. Dan ga ik ook nog even de sportvraag natuurlijk stellen. Wat mogen we verwachten van jullie volgend seizoen in die hoofdklasse? Ik denk dat het heel erg lastig gaat worden in de zin van het niveau. Het is natuurlijk een stapje verder. Maar wel denk ik dat als we kijken wat voor jongens we overhouden en wat voor jongens vanuit de E door gaan komen, denk ik dat het best wel redelijk moet zijn om in ieder geval te handhaven in de hoofdklasse en van daaruit verder te gaan bouwen de komende jaren. Zijn er ook wel dingen die je dan tactisch met ze moet bespreken? Dat je zegt van jij gaat daar staan, jij gaat daar staan? Ja, in de D ga je langzaamaan beginnen inderdaad van wat is je positie en wat zijn daar de taken van? En dat ga je langzaamaan steeds meer uitbouwen. Ja, dus daar begint het. Oké, nou ik ga jou en de lichting heel veel succes toewensen volgend seizoen. En we hopen op mooie prestaties ook weer van jullie. Ja, dankjewel. Staat Bob Donkervoort, de scheidend voorzitter van Excelsior 20. Ik ga Bob allereerst feliciteren met het 95-jarig bestaan van de club. Want dat is ook de reden dat het onder andere feest is hier, hè, vandaag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik bedoel, 95 jaar is natuurlijk geen officieel jaar dat je op een gegeven moment iets viert. Maar we dachten nou, 95 jaar zit toch weer een 5 in, weet je. Dus we denken nou, vieren we dit jaar vandaag. Ja, en je gaat stoppen als voorzitter, maar je hebt wel een belangrijk deel van de tijd toch ook in Excelsior 20 gestoken. Hoe lang ben je voorzitter van de club geweest? 12 jaar. En 12 jaar geleden natuurlijk ingestapt als vader van. En ik moet zeggen dat het heeft me al die jaren heel fijn is het heel fijn geweest. En hoop geleerd, hoogtepunten gehad, ook wat dieptepunten. En zo is dit seizoen eigenlijk sportief gezien een klein dipje. Ja, het is wat dat gaat naar de soapserie, hè? Goede tijden, slechte tijden. Ja, dat klopt. Ik bedoel, daar moet je niet als vereniging alleen naar kijken naar het sportieve gedeelte. Ik denk als we gewoon kijken naar die 12 jaar dat ik hier nu aanwezig ben geweest. Je ziet het nu hier om je heen. Ik bedoel, we zijn voortdurend bezig ook met de jeugd. Niet alleen met voetballen, maar ook op deze activiteiten. We hebben een jeugdkamp waar we heel trots op kunnen zijn. Dus ik moet zeggen dat dat is Excelsior. We hebben net ook jullie trainer van de D1 gesproken. Dat is een team wat hoofdklasse gaat spelen. Lijkt me toch ook weer iets om trots op te zijn? Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb al gezegd, we zijn met de jeugd aan het bouwen. En we zijn bij de F begonnen. Het gaat nu zo door naar de D.
D is nu kampioen en zo gaan we dat voortbouwen. Dus ik bedoel, de volgende jaren zijn de C en de B en de A1 aan de beurt. Ja, je zei het al, het eerste elftal heeft hele hoge pieken en wat dalen ook gehad. Een van die pieken is natuurlijk het seizoen in de toenmalige hoofdklasse geweest wat jullie hebben gespeeld. Is dat iets waar je nog wel eens aan terugdenkt, aan dat seizoen? Nou, kijk, het is natuurlijk wel een hoogtepunt. Ik bedoel, om die ervaring mee te maken dat je daar hebt mogen voetballen met de jongens die toen op een gegeven moment in die lichting zaten. Maar om nou te zeggen van jongens, Excelsior 20 moeten we daar weer naar terug toe, dan denk ik, dat denk ik niet. Ik bedoel, dat geeft toch alweer wat negativiteit ook aan spelers die dan op een gegeven moment in je vereniging komen. Die eigenlijk daar niks hebben te zoeken. En alleen maar kijken van jongens voor het voetbal. En dat zoeken wij dus niet. Wij zoeken dus inderdaad gewoon leden die op een gegeven moment graag bij de Excelsior familie wil komen. En daar voortdurend gewoon blijven. En niet op een gegeven moment dat ze op een gegeven moment na 1 of 2 jaar weer opstappen. Ja, je zei het al mooi, de Excelsior 20 familie. Want eigenlijk heel veel families blijven ook binnen Excelsior 20. En dat zie je van generatie op generatie een beetje overgaan. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, en dat is denk ik ook het hele sterke van Excelsior. Dat je inderdaad gewoon families hebt en families bijkomen. Als we nu kijken naar hoe Excelsior 20 er nu voor staat anno 2015. Wat is Excelsior 20 voor een vereniging? Ik denk dat Excelsior 20 een vereniging is die heel goed kan vergelijken met dat we op een gegeven moment op een bepaald niveau goed willen voetballen en sterk willen voetballen. Maar dat we ook heel graag willen feesten. Onder andere bijvoorbeeld de carnaval. Daar zijn we ook heel sterk in. Dus ik denk dat we een hele goede mix zijn. Er is inmiddels een nieuwe voorzitter. Fons Okkersen is zijn naam. Wat kun je hem als wijze raad meegeven als scheidend voorzitter? Ja, wat kan ik als wijze raad geven? Ik bedoel, ik heb met Fons natuurlijk uitvoerig gesproken. En ik zie hem inderdaad als een kandidaat die dat zeker kan gaan doen bij Excelsior. Zeker met de bestuursleden die om hem heen heeft. En ja, wat moet ik hem als raad geven? Ik denk dat hij zal het anders gaan doen dan ik. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar hij weet wat de cultuur van Excelsior is. Hij weet wat Excelsior wil. En ik denk dat hij die gaat doorzetten. Oké, nou dan ga ik je in ieder geval bedanken voor de tijd voor nu, Bob. En ook voor de afgelopen periode bij Excelsior 20. En wat ga je doen nu je geen voorzitter straks meer bent van Excelsior 20? Nou, ik heb ook gelukkig nog andere hobby's. En voordat ik hier naartoe kwam en dat ik voorzitter werd, heb ik heel fanatiek zelf gekart. En ik denk dat ik dat ook wel een beetje op ga pakken. Niet zelf dat ik misschien ga karten, ja, misschien wel voor de lol. Maar wel dat ik op een gegeven moment weer wedstrijden ga kijken. Dus ik bedoel, daar valt niet echt een gat voor mij. En neem aan dat je hier bij Excelsior 20 ook nog wel blijft kijken hoe het wel en wee gaat. Uiteraard wil ik zeker bij Excelsior 20 blijven kijken. En ik wil zeker kijken hoe Keukan met het eerste elftal op een gegeven moment volgend jaar succes gaat maken. Oké, Bob, nogmaals dank. Oké, geen dank.